Jullie opgegeven als het goed is, hè? En had je verwacht dat jullie uiteindelijk nu daadwerkelijk het sterkste erf zouden worden? Ja, geen verwachting. Wij geven ons op. We voldoen wel redelijk aan de criteria. We gaan het zien. Gefeliciteerd, jullie zijn het sterkste erf van 2024. Ja, dankjewel. Ja, heel trots op. Heel blij mee dat we dat samen met ons gezin hebben gedaan. Super. Een studiereis naar keuze voor 2 personen. Dus jullie moeten maar vechten. Ze waren 2500 euro. Ja. Een mooie avond, een mooie opbouwing met verschillende presentaties. Vooral uit andere sectoren, wat wel toepasselijk was bij de agrarische sector. En uiteindelijk bij de verkiezing mooi opgebouwd door de jury. Het juryrapport had een mooie einduitslag. De familie Lubbersen heeft het sterkste erf 2024 gewonnen. Omdat ze op alle 6 punten waar wij op gescoord hebben, natuur, energie, innovatie, ondernemerschap, maatschappij en familie, het hoogste scoorden. Dus opgeteld konden we niet anders dan hun de prijs toezeggen. Yes! Ja, yes, ja. Heel, ja. Schouderklopje maar aan elkaar toe. Eigenlijk mijn verwachting worden 1 van de 3. En we zien wel waar we eindigen. En nu wel trots dat we ook al als eerste zijn geëindigd. Ja. Maar nummer 3 was ook prima geweest. Waar we ook al heel blij mee geweest. Ja, wat denk ik er echt uitsprong is toch wel dat ze echt samen aan het ondernemen waren. Het is een gezin van 5 mensen. Die alle 5 hun eigen ondernemerschap toonden. Morgen vroeg staan we gewoon weer tussen de koeien. We gaan gewoon weer met benen op de grond staan morgen vroeg. En ik nodig iedereen van volgend jaar ook ooit om zich aan te melden. Want ik weet zeker dat er meer sterkere erven zijn. En aanmeld je gerust aan.